60 jaar getrouwd. Reden voor een feestje bij het echtpaar Vreeke Wiegman uit Alphen aan de Rijn. Op maandag 18 mei vierden zij hun diamanten huwelijk. Uiteraard bracht burgemeester Spies het gelukkige echtpaar een bezoek. 60 jaar getrouwd. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ja, dat heb ik niet voor elkaar gekregen. Het is gewoon, ja, je begint bij nul en je doet wat je voor wat je gewend bent om te doen of wat het gunstig is om te doen. En ja, ik weet niet hoe. Je probeert elkaar gelukkig te maken. Ja, ook al gelukkig te maken, maar ook dat je elkaar begrijpt. Maar of je daar 60 jaar mee haalt, dat weet ik eigenlijk niet. Bij ons is het in ieder geval wel gebeurd nu. Veel Alphenaren kennen meneer Vreeke wellicht als brugwachter. Jarenlang was hij te vinden op de Koningin Julianabrug in Alphen aan de Rijn. En daar wordt hij nu nog van herkend. Dat zeg ik nu nog wel eens. Dan kom je op dorp en is het. Wie is dat? Maar goed, van gezicht, al die van Samson, die gingen allemaal de brug over. Ook bekenden erbij. Dus al automatisch van de een hoorden ze wie je was of hoe dat dan ook ging. Maar ja. Je hebt er veel zwaaiklanten. Ja, een heel hoop. Ik denk dat het is dat je de ander gelukkig maakt. Proberen om je man naar de zin te maken. En mijn man deed dat mij. Ik heb een heel zorgzame man, dat mag ik best nog eens zeggen. En dan, ja, dat laat je je eigen toch niet aanleunen. Dan probeer je toch ook op jouw beurt weer ook zo te zijn. En ja, ook naar de kinderen toe was hij ook heel zorgzaam. En dat was, wat zal ik dan zeggen? We waren gewoon tevreden ook met wat we hadden en hoe het ging. En we probeerden het beste ervan te maken. En ja, ik denk dat je ook mag zeggen, dat wil ik nu ook per zeggen, dat het met Gods hulp is geweest. Dat hebben we ook gevraagd in onze kerkdienst toen we trouwden. En ik meen ook te moeten zeggen dat we dat zo ervaren hebben. Dat we hebben ook heel veel verdriet gehad. Dat is misschien ook ter sprake gekomen. Want we hebben 2 dochters en een schoonzoon in de tijd van 5 jaar moeten missen. En dat was natuurlijk heel diep en heel ingrijpend. En toch hebben we toen ook Gods hulp mogen ervaren. Dat we met ons verdriet daar terecht konden en dat we ook werkelijk hebben gemerkt, we werden geholpen. We kregen de kracht om door te gaan. Uw trouwfoto, die heeft u zelf natuurlijk al 60 jaar, maar die ging toch ook te ronde op Facebook, hè? Ja, ik heb een schoonzoon die dat dan verzorgt. Zelf, ik ben op Facebook, maar ik doe er verder niks mee. Behalve dat ik wel eens reageer op iets wat ik dan zie. Leuk vindt of, ik vind het een vervelende uitdrukking, vind ik leuk, want er komen ook dingen die niet leuk zijn, maar het is niet mijn hoofdhobby, maar ik vind de computer op zich wel leuk, ook vooral dat mailen en zo. En de reacties op de foto? Ja, die zijn heel erg leuk. Er zijn al heel veel mensen geweest, buurmeisjes van vroeger, en ja, eigenlijk komt het overal vandaan, de felicitaties, dus dat is dan wel heel gezellig.